Donkere wolken boven onder meer de Haagdijk, Haagweg, Nieuwe Haagdijk en de Bosstraat in Breda. Op het meest drukke tijdstip van de dag vonden vanmiddag en vanavond invallen plaats bij Grow and Smart Shops. Voor dit tijdstip is gekozen omdat er veel mensen gebruik maken nu van Grow Shops en Smart Shops. Ja, dus dan is de kans gewoon heel groot dat ze open zijn. Eén keer in de zoveel tijd vinden er handhavingsacties plaats bij verschillende bedrijven waarvan men niet zeker weet of daar alles wel pluis is. Er wordt één keer in de zoveel tijd wordt een grootscheepse controle gehouden met verschillende samenwerkingspartners. Dan wordt vooraf wordt een keuze gemaakt welke winkels of bedrijf je gaat controleren. En deze keer is gekozen voor de Grow Shops en Smart Shops. Na de briefing ging de politie, justitie, belastingdienst en de gemeente op pad. In totaal werkten zo'n 50 man mee aan deze actie. Alles stond paraat, van takelwagens tot verhuiswagens. Ook hond Sita werd voor deze gelegenheid ingezet. Kom hierheen. Ja. Onder hebben we. Ja. Hoe heet die hond? De Sita. Er staat eigenlijk nog niks wacht op. De exacte opbrengst naast deze twee zakken met hennep is nog niet bekend.